heb ik ongeveer... Hoe lang is het geleden dat ik dit heb geschreven? In Italië heb ik dit nummer geschreven, samen met Stefan Fernandez. Okay. En een heel persoonlijk nummer. Een nummer dat ik voor mijn moeder heb geschreven. Oh nee. A song for my mother. Ik weet dat er hier ook moeders aanwezig zijn. Dit nummer is heel persoonlijk. Ik weet nog zelfs toen ik het aan het schrijven was, dat ik echt heb gehuild terwijl ik bezig was. En ik denk dat we het in een half uurtje of zo hebben geschreven. En heeft het ook nog eens een half uurtje geduurd voor we het hadden ingezongen. En meestal zijn die songs voor mij toch mijn favoriete songs, omdat het heel snel gaat. En ja, het is een heel persoonlijk nummer ook daar straks tijdens de repetitie. Verlies ik mezelf gewoon volledig wanneer ik dit nummer zing. Een heel, heel persoonlijk nummer. Want mijn moeder heeft echt heel veel moeten opofferen om haar vier kinderen gelukkig te maken. En ik wou dat ze hier was, maar ze is niet kunnen komen. Maar ik weet dat ze weet dat ik dit nummer ga zingen. Dus dit is voor haar en alle moeders hier in deze zaal. The Song of My Mother. Remember how you talked so many things, from girl to boys and from boys to you. And that's how I started to know myself. I still can remember how we did it together, how you cared for me. In times of misery, I'll always remember how you were my mentor. The day I want to be just like the mother that you are for me. So much, you were so young and you did everything on your own. You were alone, yeah. And I thank you now, cause you taught me so many things, from girls to woman, and from woman to you. And you're there.